Bier. Bier. Je kent het. Bier. Vast. Ja. Maar dit is dan een bijzonder biertje. Bij Brouwerij Noord. Te Rotterdam. Te Rotterdam. Daar kun je gepersonaliseerde biertjes bestellen. Dat vind ik leuk. En nou bestaat er zoiets als de Rotterdam Running Crew. Dat zijn mensen die voor hun lol door Rotterdam rennen. Maar dat geeft niet. Die hebben wel het leuke idee gehad van, nou, we gaan ons eigen biertje laten brouwen. Er staat dan ook op, run first, drink later. Nou. Meestal doe ik het andersom. Ik vergeet het eerste hoofdstuk sowieso. Dus, maar... De handleiding. Dit frisse blonde bier is het perfecte herstelbier. Geniet ervan, enjoy. Edwin, Erik, René en Sander. Wie heeft die naam bedacht? Running Brew. Nou, want dat zo is, heet het. Dat is leuk dat jij dus dat vraagt. Je hebt dus de Running Crew en het biertje heet de Running Brew. Nou. Ja, goede naam. Dat is natuurlijk fantastisch gekozen. Ja, hoe ze eraan komen, dat weet niemand. Ik weet het ook niet. Er zit een groot reclamebureau achter en die hebben dit vast. Nou, ik denk een externe adviseur. Want zou dit moet heel veel gekost hebben. Dankjewel. Alsjeblieft. Santé. Nou, ik herstel wel, moet ik zeggen. Meteen. Meteen, hè? Je voelt het. Het is echt... Oh. Nou, het is een heel fijn licht biertje. Ook letterlijk licht. Het neigt naar wittig toe. Ja, het heeft... Het houdt het midden tussen een wit biertje en gewoon pilsner. Oh, water, gerstemout, tarwemout, hop en gist. Het is een mirakel dat je er zoiets lekkers van kan maken. Maar het is ze wel gelukt. Running Crew. Running Brew. Ja, ik. Geniaal. Ja. Lekker. Ik was hier aan toe.